Rijst wel meteen de vraag. Oké, zij hebben allebei een artistieke eigenschappen. Tegelijkertijd hebben uw vader heeft zijn werk. Was er dan ook een soort van carrière uitgestippeld voor u, voor Carrie? Mijn vader was bij het onderwijs en die had iets van... Dat is ideaal, want je verdient je geld, je hebt grote vakanties... en dan kan je in de vakantie kan je doen waar je zin in hebt. Ja. Ja, dat vond hij wel de ideale situatie. Ja, ik was braaf, maar ik wilde eigenlijk naar de kunstnijverheidsschool... Mm-hmm. wat op het ogenblik de Rietveld is, ja. Kun je vergelijken. Ja. En ja, dat zag hij niet zitten. Uw vader zag dat niet zitten? Nee, want kunst is mooi, maar niet voor je beroep. Terwijl hij zelf dus schilderde, ja. Saxofoon speelde. Ja, dat hij was bang dat ik armlastig zou overblijven als hij dood was. Ja, hij dacht het is leuk als hobby. Ja. Maar je moet er niet proberen je ambacht van te maken. Nee. Dat gaat nee. niet werken. Nee. Was het ook wel dwingend, dat afraden van... Ja, nou, hij... ik was bijvoorbeeld op balletles ja. in Noord... En dat was dan één keer in de week of zoiets. En dan zei hij, oh, joh, blijf toch thuis, dat blote billen gedoe, zei hij. Blote billen gedoe. Blijf dan lekker thuis bij je vader. Ja. Maar ja, ik vond het heerlijk, hè. Ik vond dat al fijn, en, ja. Dansen. En, als u het goed vindt, ik heb uw boeken meegenomen. Ja. En gelezen natuurlijk. Er was één... Er waren meerdere stukken die me geraakt hebben, hoor. Maar één stuk vond ik echt pijnlijk. Mag ik het even voorlezen? Ja. Er verscheen een foto in de krant... en er was door de VPRO een televisieoptreden gepland. Toen mijn vader de foto zag, werd hij razend... en schreef met rode pen boven het artikel... Wat een idioot. Zogenaamd een moeder. Kind heeft goede vooruitzichten... Maar wat kan het haar verdommen? Ja. Tekst afkomstig van uw vader. Opgeschreven bij een foto van de bloedeigen dochter. Ja. Ja, zo wond hij zich op. En daar had mijn moeder ook verdriet van natuurlijk. Want die dacht, man, wind je niet zo op. En, ja, maar hij kon er niet tegen. Hij is nooit bijgedraaid. Nee, nooit. Nee. Nee, dat, want hij is één keer komen kijken. Toen speelde ik in de musical Oliver. Ja. En toen hij daarna thuis was en bij mensen ook vertelde... hoe mooi en hoe schitterend en hoe fijn het was. Ja? En nooit over mij. Dus... Hij had iets van, ja, allemaal goed en wel, maar... ja, ik weet het niet. Hij kon van kunst genieten. Ja. Maar ik moest het niet doen. Ja, kunst ik moest, zijn ik moest zorgen dat ik voor mezelf kon zorgen. Ja. Dat ik geld kon verdienen. En bij, je weet het natuurlijk ook niet. Nee. En toen was het nog in het begin. Ja. Dus ik heb heus niet meteen grote rollen gekregen. Ik heb ook lopen sukkelen. En toen ik jaren daarna Anne Tefke had gedaan... en ja. misschien al Man van La Mancha, maar dat weet ik niet zeker... Mm-hmm. Nou, om steeds die tijd. Toen ging het gewoon dus echt goed met mij. Ja. En toen zei die Kar, we moeten toch eens praten. En toen dacht ik, wat is er dan? Mm-hmm. Hij zei, kijk, als je nu dat vak uitstapt... Mm-hmm. en teruggaat naar het onderwijs... dan heb je nog al je sociale voorzieningen... en dan moet het allemaal goed. Mm. Ja, joh, ik wist echt... Je zegt, mijn bek viel open, maar dat was echt zo. Ja. Ik wist niet wat ik hoorde. Want hij kon niet anders denken dan zo. Ja. Maar hoe was dat dan ook zo, dat ja. verdrietig maakte? Ik heb die man goed begrepen. Mm-hmm. Dus ik nam het hem niet kwalijk. Ik dacht gewoon, ja, ik weet wel hoe het komt. Het is gewoon omdat je hartstikke bang bent. Ja. Kijk, nu, denk ik... Ik zou nu meer rust hebben. Ik zou nu het misschien veel beter kunnen uitleggen. Mm-hmm. Maar ik weet nu ook dat het goed is gegaan. Ja. En dat wist ik natuurlijk niet. Maar hij niet. Hij nee, en ik wist het ook nog niet. Dus ik kon niet zeggen, pap,
hou je gemak, maar dat gaat goed. Het komt toch goed? Nee, ja. Kon ik niet zeggen. Ik wist het zelf ook niet. Want hij heeft min dobbelsteen nooit meegemaakt, hè? Nee, ik geloof het niet. Hij is in 71... Nee, zeker niet. Nee, 10 jaar daarvoor, zeg. Ja. Hij is in 71 overleden en... zeg, s'avonds begin 80e jaren. Ja.